dan voelt zo, soms zo een beetje stress. Soms zo... Ja, zo'n beetje... Oh, nee. En soms zo vind ik het zo... Wanneer komt het nu? Ik kan dat eigenlijk niet zo goed uitleggen met woorden, maar... In mijn keel, dan voel ik zoiets zo hard. En als dat dan uitkomt, dan is dat niet meer versteend. Dan is dat gewoon allemaal weg. En dan denk ik zo, eindelijk heb ik... Waar ik zo lang naar verlangd heb. Dat is voor mij eigenlijk verlangen. Ik kon Ricardo niet vergeten. Hij was altijd ergens. En geleidelijk aan begint dat te woeren en die emoties worden groter en die passie wordt groter. Ach, wat doet mijn hart de pijn. Heel diep voel ik heimwee naar mijn zee. Ik denk dat de mens wil blijven verlangen, omdat je dan ook weer iets kan bereiken. Welkom bij De Stemmen, een podcast van Opera Ballet Vlaanderen. In ieders leven schuilt een opera en wij gaan er naar op zoek. Elke aflevering bundelt persoonlijke verhalen rond één tijdloos thema dat de kunsten en het leven betekenis geeft. Aflevering 3. Verlangen. Het is een gevoel dat zich niet zo makkelijk laat beschrijven. Misschien omdat het bestaat in zoveel vormen. Als wensen, als begeren, als dagdroom... Heimwee, nostalgie, als verlangen naar het verlangen zelf. Als het gemis van iemand die er niet is. Een zomerdag in 1987, in Quito, Ecuador. Twee tieners staan aan de bushalte van de school. Het is warm, luid en druk. Maar te midden van het gewoel hebben Ricardo Ceballos en Luz Marina Rosero alleen oog voor elkaar. Ik heb haar ogen gezien, waren de mooiste ogen die ik tot deze dag heb gezien. Zijn ogen vooral, donker. Zijn mooie benen. Oh. We waren 15, bijna 16 jaar. Iets... was in de lucht. Een echte klik. We hebben een paar keer gezien, maar de derde keer dat hij mij zo bracht naar mijn huis, want hij was wel een gentleman. Hij wou laten zien dat hij de man was. Mag ik mee alsjeblieft tot jouw huis en zo kan ik een beetje beschermen? Misschien is daar een beetje te donker of zo. Ik ben nooit zo... echt meisjes geweest. Ben ik altijd zo'n beetje qua jongen. Ik had geen jongens nodig om tot aan mijn deur van mijn huis te brengen. Maar ik heb wel toegelaten dat hij zou me brengen tot binnen. Ze heeft ja gezegd. En dat was de eerste stap. Onderweg, hij zegt tegen mij... Ja, ik hou niet van ronde potten draaien. Dus niet veel dingen zeggen over je hebt een paar mooie ogen of jouw haar. Dus ik wilde direct to the point. Die pakt me vast en die kust me. Ik was aan het trillen. Ik voelde dat mijn handen waren aan het zweten. Als ik me herinner, dan heb ik nog altijd vlinders in mijn buik. En zo begon onze relatie. Zonder meer dan een paar woorden en een kus. Dat is een begin van een lange verhaal. De eerste 6 jaar van onze relatie was zoals een droom. We waren altijd samen. We hebben ontzettend veel gelachen. Wij deden zotte dingen. Veel feesten, overal uitstappen, naar buiten gaan, met vrienden. Niet beschamen van... liefde zijn voor elkaar. Het was een heel, heel mooie tijd. De eerste jaren waren vol liefde en Ricardo was een fantastische lief. Maar Ricardo had ook een reputatie van een macho. Ik
begon een nieuwe relatie met de andere vrouw. Dat was mijn grote fout. Omdat hij wist dat ik zeker was, dat ik zo verliefd was, dat ik niet zonder hem kon, dat hij begon te experimenteren ergens anders. Jammer. De vertrouwen is gebroken. La confianza es como un huevo. Si se rompe, nunca más lo puedes recuperar. De vertrouwen is zoals een ei. Als die ei gebroken is, kan je niks meer doen. Dat was de einde van de relatie. En waren ook andere redenen waarom die relatie heeft gestopt. Mijn moeder wou echt niet dat wij samen waren. En dat was omdat in mijn land ook een beetje racisme is. Luz Marina is blank en ik ben donkerder. En Luz Marina, haar mama, heeft veel keer gezegd dat ze gaat nooit een relatie met iemand zoals ik hebben. Onze cultuur is totaal anders ook. Dat was alles taboe. Seks was taboe. Praten over gevoelens. We waren nog jong. Van 16 tot bijna 22 waren er bijna 6 jaar. Jaren van op en dans. Afscheid nemen. Goeie en minder goede momenten. Heel moeilijke momenten soms. Ik was kapot aan het gaan van de hele relatie. Ik was heel slecht, ik was heel ziek. Ik had liefdesverdriet. Ik was een wrak. Toen heeft mijn moeder besloten zo ver mogelijk mee weg te sturen. Waar? Dat kon me niet schelen waar. Mijn moeder heeft alles geregeld. 2 dagen voordat ik de vliegtuig nam, wist ik dat ik naar België kwam. Helemaal alleen naar een plek waar ik niet kende, waar ik niet wist welke taal spraken. De enige dat ik wist van België, is dat de Rode Duivels vierde spelen, want ik was zot op voetbal. En Jean-Marie Favre was mijn idool. En zo ben ik vertrokken. En zo ben ik in Antwerpen beland. Ik heb 6 maanden, bijna 7 maanden, niks van haar gehoord. Ik belde aan veel vrienden van ons om te vragen waar ze was. En niemand wist dat. Dus ik kon niks meer doen. Maandenlang horen Ricardo en Luz Marina niets van elkaar. Maar dan? Heb ik een telefoontje gekregen van haar. En ze heeft me gezegd dat ze in België was. Luz Marina en Ricardo beginnen elkaar weer te schrijven en te bellen. Op een bepaald moment heb ik haar gebeld. En de telefoon antwoordde iemand. Je kan niet meer naar hier bellen. Luz heeft iemand gevonden. En zo is gebeurd. Dat was een koude douche voor mij. Het was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hij heeft nooit meer teruggebeld. Ricardo blijft verweest achter in Ecuador. En Luz Marina vindt een thuis in Antwerpen. In de studentenkot aan de Volkenstraat. We koken elke vrijdag samen. Het was heel gezellig.
Omdat iedereen was muzikant, nam al iedereen zijn muziekinstrument naar de keuken en die speelde muziek, was heel gezellig. En een van de jongens, die heb heel veel moeite gedaan om mij te veroveren. En ik dacht, ah wel, kan ik toch proberen Ricardo te vergeten op die manier. En dan ben ik begonnen een relatie met de papa van mijn kinderen. Ik voelde spijt van wat gebeurd was. 30 dagen heb ik niks meer gedaan dan alcohol drinken, veel vermager. Ik voelde dat ik voor mij mijn laatste dagen waren. Was verschrikkelijk. Alles wat ik met Luz Marina verloren heb, voelde ik in mijn jobs, en in mijn studies. Ik was altijd aan het werken en werken in een huis gekocht en daarna een auto en daarna andere auto en een huis voor mijn mama en een huis voor... En ik wilde altijd bezig zijn. Ik heb nooit in 16 jaar vakanties genomen. Dat was een manier om van de realiteit een beetje dromen. Een beetje vliegen, zo wil zeggen. Waarom heb ik met mijn vrouw getrouwd? Ze had een haar een beetje hetzelfde dan Luz Marina. Ik vond toen, misschien dat is een goede optie. Dat was niet een echte liefde. En ik heb 3 kinderen. En daarna zijn wij gescheiden. Ik heb veel Luz gemist. Ik was altijd aan haar aan denken. En ik zou graag dat Luz een deel van mijn succes was. 16 jaar gaan voorbij. Luz Marina blijft in België, Ricardo in Ecuador. Maar hun levens lopen in een vreemde toevalligheid parallel. Ze trouwen in hetzelfde jaar. Ze bouwen een carrière uit. Ze krijgen elk 3 kinderen. En ze scheiden. Nee, ik kon Ricardo niet vergeten. Hij was altijd ergens. En ik had een droom. Dezelfde droom. Jaren aan een stuk. En ik droomde altijd dat hij zegt tegen mij... Sorry voor alles wat ik heb u aan gedaan. Ik wil dat je gelukkig wordt. En ik hou van jou. En ik zal voor altijd van jou houden. Dezelfde woorden waren altijd. En ik vertel tegen mijn collega's. En een van mijn collega's zegt, ja, maar probeer hem op te zoeken. En begon ik altijd te googelen. Ricardo Ceballos. Maar ja, Ricardo Ceballos. Hoeveel miljoenen zou Ricardo Ceballos bestaan? Zal ik iets van hem nog vinden? Was ik 2 of 3 maanden al bezig en ineens zag ik een mini foto. En ik zag dat. Is hem? Ja. Dacht ik, ja, is hij. Was een bedrijf. Ik bel naar die telefoonnummer en ik vroeg voor Ricardo Ceballos. Ja, zeker. We zullen wel doorgeven dat u hebt proberen hem te contacteren. En een paar weken later kreeg ik ineens een voicemail. Soy Ricardo Ceballos y soy maestro de ceremonias. Ik dacht dat ik een klant was. Quizás quiere usted tomar contacto conmigo, por favor. Llámeme. Dat is een prachtige, mooie stem natuurlijk. En heb ik hem gebeld. Ricardo. Ik hoorde de stem. Was dezelfde stem. Is Marina. Het was stil. Totaal stil. En na zo die pijnlijke stilte hoor ik opnieuw zijn stem en
Ik reageerde gewoon. Mi amor, te amo. Ik hou van jou. Perdón por todo lo que hice. Deseo de corazón que seas feliz. Sorry voor alles wat ik heb gedaan. Tú eres el amor de mi vida. En serio te amo. Nunca he podido olvidarte. Quiero estar contigo siempre. De woorden dat mijn dromen altijd terugkwam, kwamen op die moment. En ik begon te huilen, hij begon te huilen. En allebei begon te huilen. De tijd is op een bepaald moment gefrozen. En dat was precies dat wij nooit aan het einde waren. Dat die woorden dat hij tegen mij zegt, dat was echt zo precies dat die cirkel rond werd. De gevoel in je haar, dat je in je hart je voelt, zo warm. En vanaf die moment zijn wij terug beginnen te babbelen. Luz Marina boekt een reis naar Ecuador. En Ricardo stelt voor om af te spreken zodra ze geland is. Dat was de 4 juni van 2009. Anders zullen wij gewoon afspreken aan de brug in Guapulo. En om een grapje te zeggen, heb ik gezegd, ik kom in een auto van de jaren 60. En dan zag ik een splinternieuwe auto, heel sportief. Meneer, parkeer gewoon voor ons. Was spannend. Ik zeg, ja, ik durf niet. En jij kwam ook niet van de auto. Na zoveel jaren, ja, je weet niet hoe je eruit ziet. Je weet hoeveel veranderingen zijn in je leven. Je weet niet wat je te verwachten staat. En zoveel dat je hebt verlangd om zo'n moment te kunnen beleven. Kunnen we samen afstappen? 1, 2, 3. Samen. We wandelen tegelijkertijd tot een midden. Je kijkt naar mij, ik kijk naar hem. Wij vliegen in de arm van elkaar. Onze eerste reactie was een dikke, 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 dikke knuffel. En een grote, grote kus. En de mensen van de andere auto's die in de snelweg waren aan rijden, iedereen waren aan toeteren en toeteren. De auto's toeteren, de brug, de uitzicht, ons twee, helemaal in midden. Ik wil naar Ecuador gaan en daar een monument maken. Mijn eerste kus met Ricardo was op mijn 17. En mijn tweede kus was op mijn 36. En dat was nog altijd hetzelfde. Kriebels in je buik. Verliefd zijn. En nog eens dit. Nog eens dit. Na de kus op de brug pikken Ricardo en Luz Marina de draad weer op. Maar na enkele weken is de vakantie voorbij en moet Luz Marina terugkeren naar België. Ricardo blijft opnieuw achter. Na de brug voelde ik me volledig alleen. Ik was altijd aan Luz aan denken. Skype werd onze manier om dichterbij te zijn. Altijd aan praten over onze dromen. Wij hadden hetzelfde boek en wij lazen een stukje voor elkaar. Soms slaapte ik met mijn computer aan
De hele nacht konden wij 2-3 minuten praten en daarna in slaap gevallen. Wij aten samen. We hadden seks via Skype. Samen aan koken, iemand hier, andere persoon in de linkeroever. In de andere kant van de kust. Ik heb nooit gevraagd om hem naar hier te komen. Waarom? Omdat ik wist van mijn eigen ervaring dat je laat alles achter. Dat je moet van nul beginnen. Alle opoefeningen die je ging doen, dat was heel veel. Want hij had een mooi leven in Ecuador. Hij had een mooie carrière, hij had financieel had heel goed, was een bekende persoon. En wat hij deed, dat was een de beste. Maar ik voelde binnen leeg. En ik wilde mijn hart invoelen. Ricardo laat alles achter en komt naar België. Ik heb de visum van 3 weken gekregen. En de 3 weken zijn nu bijna 11 jaar geworden. Toen Ricardo in België aankwam, oudjaar gingen wij samen vieren voor de eerste keer hier in België. En ik dacht dat we gaan voor de eerste keer naar een echte opera. En de voorstelling was Candide van Leonard Bernstein. En de verhaal van Candide, die heeft veel stukjes die herinneren ook aan ons verhaal. Tijdens de voorstelling hebben wij bijna niks gezegd. Gewoon met de grote ogen. We waren aan het zweten van de emotie, van de muziek. We hebben veel van genoten. Dat is zo prachtig dat ik moest constant halen. Ook omdat denken, we zijn hier samen. Dit verhaal is onze verhaal een beetje. En op die nacht heb ik aan Loes gezegd, schat, ik ga alles, maar absoluut alles doen om hier te werken. Omdat de opera raakte mijn gevoelens. En zo begonnen we opleiding aan zoeken tot podiumtechnieker. Mijn stage heb ik bij de opera gevolgd. En ik wilde niet meer naar buiten gaan. Want voor mij, de opera is alles. Ik heb hier geen familie. Maar mijn collega's, de mensen van de opera, zijn voor mij tegenwoordig mijn familie. Hier in België. We hebben een heel goede relatie. Een heel goede relatie. We zijn samen, maar ze is een deel van mij, maar van mijn hart. Ik ben niet de eigenaar van haar. Soms we moeten niet veel zeggen. Ik weet het precies wat hij aan het denken is. Ik zal die voorbeeld geven. Wij gaan naar onze job. En daarna komen wij naar huis. En we hebben dezelfde dingen gekocht in de supermarkt. Dus hebben we 2 pakjes kaas, 12 potjes yoghurt. We hebben samen gekocht. Maar niemand heeft aan niemand gebeld. Ga je naar de supermarkt? Wil je dat kopen? Of, nee, dat betekent niet dat iemand een kopie van de andere persoon is. Eigenlijk, we zijn de beste vrienden. Zo heel goede vrienden. En dat bleef. Dat bleef sinds onze 16e jaar. Nee, belachen heel veel. Belachen echt heel veel. Ja, ik ben dankbaar en gelukkig
Ik kan geen enkel moment missen, niet meer. Ik heb nog altijd vlinders in mijn buik voor mijn man. Ik ben nog altijd verliefd. Ik zie nog ontzettend graag. En ja, oh, hij is mijn grote liefde. Zo melig. Dank je. Zoveel grote verhalen drijven op verlangen. Soms lopen ze goed af, maar even vaak blijft de verlossing net buiten bereik. Zoals bij Tristan en Isolde. Een prinses en een ridder die hopeloos verliefd worden, maar onmogelijk samen kunnen zijn. Hun smachten werd op muziek gezet door Richard Wagner. Hij schreef een opera die voelt als een zee van hunkering. Al vanaf het eerste akkoord. Tristan en Isolde is echt een verklanking van onmogelijk verlangen. Als je zelf met die emotie geconfronteerd wordt, denk ik dat die opera nagenoeg ondraaglijk is. Pieter Berger is muzikoloog aan de KU Leuven en een grote opera-liefhebber. Het begin van Tristan und Isolde is eigenlijk een sololijn in de cellos, een opklimmende lijn die heel snel het gezelschap krijgt van een heel scherp akkoord, bekend als het Tristan-akkoord. En het is eigenlijk, zonder overdrijven, het beroemdste akkoord uit de muziekgeschiedenis. Maar als Tristan en Isolde begint, dan weet je niet in welke toonaard je bent. En je weet niet waar dat naartoe gaat. En anders dan wat we meestal horen, leidt die spanning in het akkoord niet naar een ontspanning, maar leidt die eigenlijk naar een nieuwe spanning. En zo creëert Wagner een keten van spanningen. En een van de meest karakteristieke elementen van Richard Wagner, en Tristan und Isolde staat daar symbool voor, is juist dat die spanning oneindig lang gerekt wordt. Maar je hebt natuurlijk ook de bovenste partij. En die bovenste partij, technisch uitgedrukt, is dat een chromatisch stijgende lijn. Dat de nootjes die elkaar opvolgen altijd een halve toon hoger zijn dan het vorige nootje. In de muzikale taal van de 19e eeuw is dat altijd een indicatie van smachten, van verlangen, van hunker, maar eigenlijk meteen ook van de quasi onmogelijkheid daarvan. En dat is natuurlijk waar heel Tristan und Isolde over gaat. Uiteindelijk is dat een vrij simpel verhaal van een onmogelijke liefde. Een liefde waar je stapje per stapje, halve toon per halve toon, dichterbij probeert te komen bij je doel. Maar uiteindelijk eindigt die chromatische lijn altijd in stilte. Je begint met een akkoord, dat valt stil. Je krijgt nog eens dat akkoord een beetje hoger, dat valt stil. Dat krijgt een paar echo-effecten van dat akkoord, dat valt stil. En geleidelijk aan begint dat te woeren en die emoties worden groter en die passie wordt groter. Dat wordt spannender en spannender. En je gaat naar een climax, climax, climax. En tegelijkertijd weet je ook, dat kan niet blijven duren. Ergens ontploft dat. Ja, simpel gezegd, je houdt ervan of je houdt daar niet van. En mensen die ervan houden, houden daar over het algemeen heel erg veel van, omdat ze in een soort van roerstemming komen. En andere mensen, die knappen daar juist helemaal op af. Die vinden dat langdradig, eindeloos. Hè. Het is de manier waarop het 3,5 uur, of hoe lang is het, op u wordt geprojecteerd en door en door en door en door gaat. En je moet, als je niet mee bent, is het ondraaglijk lang natuurlijk. Als je mee bent, ja, dan kan het ook iets heel erotiserend hebben natuurlijk. Hè. Dan, als je dan gewoon naar de fysieke component van erotiek gaat en naar het uitstellen van het hoogtepunt, ja, dan, die parallel is ook niet moeilijk te trekken met de manier waarop de muziek van Wagner functioneert.
Tristan en Isolde eindigt natuurlijk met de liebesdood. De dood van Isolde. Waarbij, zoals dat vaak het geval is in de romantiek, de dood eigenlijk samenvalt met de onmogelijke realisatie van de liefde. Ja, een van de meest frappante zinnetjes in Tristan is höchste Lust, einbewust of zoiets. Einbewust. Je bent twee personen en die gaan zodanig in elkaar op dat die hetzelfde bewustzijn hebben, dat er gewoon geen afstand meer is tussen die twee personen. Ja, dat is niet de realisatie van de liefde, dat is de opheffing van de liefde. Dus dat is een soort van identiteitsverlies. Tristan wordt Isolde, Isolde wordt Tristan. Ja, kijk, dat is niet mijn opvatting van de ideale liefde natuurlijk. Je verlangt niet van je partner dat hij jouzelf wordt. Je verwacht fundamenteel dat hij een andersheid bewaart waar je ook kunt blijven naar verlangen. Het is een koude winterdag in Oostende. Ik ben op bezoek bij Patrick van Krainest. Zijn zolderkamer staat vol met boeken over schepen en knopen en met portretten van vissers. En hier zie je, ja, nostalgie noem ik dat. Vissers die hun netten ophangen. De kamer lijkt wel een schrijn van zijn ervaringen als visser. Overal staan en hangen indrukwekkende zeelandschappen. Dat is eentje dat ik hier vorige week of twee weken geleden geschilderd heb. Dus de Noordzee. In zijn grauwheid en in zijn woestheid. En dan daarboven de zee. In actie. Die nooit hetzelfde is. Altijd anders. De visserij zit Patrick in het bloed. Hij toont me een dagboek dat hij nog niet zo lang geleden gevonden heeft. Het is de chroniek van een leven op zee, geschreven tussen 1936 en 1945. Ik heb hier een dagboek vast van Dries van Krainest. Dus dat is mijn vader. En dat dagboek gaat over de periode dat hij in Groot-Brittannië vertoefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die schrijft hier in een prachtig handschrift met... Allemaal met een gewone pen geschreven nog. Hè. Wat hij meemaakt, wat hij doorstaan heeft, wat hij gemist heeft. En wat de problemen van de wereld zo'n beetje waren in die tijd. Alles dat in dit boek is neergepend, is van de hand van Andreas van Krainest. Geboren te Heist aan Zee, den 14 juni 1922. Zeevisser voor altijd en zeeduvel. Sleuren aan de korre, dat is mijn leven, het zal wel gaan. Jong gewend, oud gedaan. Het was als vanzelfsprekend dat de visserijschool dan onze toekomst was. En ook... Dat hebben we dan ook gedaan en als 14 jaar en een half het zee gaat in. En zit dan op een bootje van 25 meter lang met 4 volwassenen of 5 volwassenen en dan kom je daar als kind in terecht. Dan gaat er een heel andere wereld voor je open eigenlijk. Vanaf zijn 14e werkte Patrick in de visserij. Eerst als scheepsjongen, dan als matroos, later als motorist en uiteindelijk als schipper. Een zeevisser is eigenlijk de laatste beroepsmatige jagers ter wereld. Die eigenlijk echt de vis gaan opjagen om ze te vangen. Hè. En dat is iets heel speciaals. En daarom zie je ook de zee daarvoor heel dankbaar. Dat je daar mag gebruik van maken. En... Ja, dat blijft bij, en zeker wanneer dat je als zeevisser in zee opgeroeid bent.
September 3, 1942. Ach, wat doet mijn hart de pijn. Heel diep voel ik heimwee naar mijn zee. Want de zee is zo zeer verschillend als voorheen. De zee alleen behoort toe aan de vissers. Alle anderen zijn er vreemdelingen op. Na 30 jaar op zee werd Patrick leraar in de visserijschool. Zelfs nu hij met pensioen is, leidt hij nog steeds nieuwe generaties vissers op. Eén van hen is Matthias Schilts. Matthias is nog even aan wal, maar hij maakt zich klaar voor een volgende lange reis. Hij toont me het schip waar hij over enkele dagen mee zal uitvaren. De Maria Antonia. Ik weet niet of dat zijn brug heeft opgelopen. Ook bij Matthias zit het leven op zee in de familie. En hoe lang ben je nu zelf aan het varen? Ik zit met hem varen toen dat 19 waren. En nu zit ik er 22, dus we pakken een jaar of drie. Het is een leven waar je aan moet wennen. Dag of nacht, dat maakt op zee geen verschil. Geen één dag is dezelfde natuurlijk. Meestal lig je 3 uur aan de korre. Dat wil zeggen dat je net 3 uur op de grond ligt. Om de 3 uur worden ze boom gehaald. Dus dan kom je net boven, dan wordt water gemaakt. Dan kom je op dek, dan werk je er aan totdat dat klaar is. Leek wat er gebeurt. Zie je niet moe, zie je niet wakker, dat doet er niet toe. Om de 3 uur komen ze boven. Het is een gewoonte. Ik weet nog, toen ik begon met de zeehand, de eerste maand, was dat niet geest. Vooral je slaapritme. Als je gewoon bent aan de land van je gaat s'avonds slapen voor 8 uur aan de stuk of 10 uur aan de stuk, dan word je terug water en doe je dag. En zei hij dan niet, hij zei, moet je slapen wanneer je tijd hebt. De maartmaand, de 4e in 1943. Aan boord is alles kalm en stil. De nachtwacht is aan dek. Alle andere leden der bemanning zijn ter ruste in hun kooi. Het is zo vredig. En er is geen windje om één rimpeltje in het water te bespeuren. Rondom ons liggen vele schepen, allen met hun ankerlichten aan. Nu en dan zie ik de stuurlichten van een rondvarende patrolboot. De sterren weerspiegelen zich in het water. Ik hoor de regelmatige ademhaling van mijn maten. Ze slapen. Ik zit aan de tafel te denken. Mijn hersens kloppen fel en ik heb heimwee. En herken je dat, die stilte aan boord, 's nachts? Jawel. Herken je dat beeld? Jawel. Want als je dus van wacht bent op een schip en je kameraden liggen allemaal te slapen, dan denk je daar voortdurend aan. Maar jij hebt de verantwoordelijkheid over het schip. En die mensen vertrouwen je voor 100%, anders ga je niet kunnen slapen. Nee? Dus, en dan luister je naar de stilte eigenlijk. Je kunt daar ook echt naar luisteren. De stilte heeft veel te vertellen soms, zonder dat je het eigenlijk echt hoort. Op zich is er niet zoveel veranderd sinds zijn vader op zee was, zegt Patrick. De vissen moeten nog altijd van onder het schip komen. Je bent vaak lang weg van huis en je moet leren omgaan met het gemis. Al is het vandaag wat eenvoudiger om contact te houden. GSM stond er niet. Er was enkel en alleen een radiozender waar dan de partners die thuis waren op een bepaald tijdstip van de dag, ze stemden af op die frequentie en ze luisterden dan. En dan riep je bijvoorbeeld om 6 uur, 's avonds. En meestal was dat wel met een bekend fluittoontje, zodat ze wisten, ja, het is nu aan die persoon. En hoe was het precies, Isina? Zoiets, ja. En dan zei je dat het allemaal goed was aan boord en dat het mooi weer was. En slap wel en tot morgen. Nee. Maar zij konden niet antwoorden, zij konden al ons alleen maar horen. Dus wij gingen ook nooit onze problemen daarmee aankaarten. Het was altijd mooi weer en er was altijd veel te vangen. En iedereen was altijd tevreden. Maar na 30 jaar op zee wilde Patrick bij zijn gezin zijn. Omdat ik niet wilde ervaren wat ik als kind ervaren heb.
Want ons papa was nooit niet thuis. Die was altijd wel op zee. En ik wilde mijn kinderen niet zien opgroeien terwijl ik op zee was. Hé, want dan was je maar meestal een dag of twee, drie thuis. En dan zie je je kinderen niet opgroeien. Dan heb je er geen band bij. En dat wilde ik vermijden. Het is ook een unieke manier van leven natuurlijk. Hè. Als je partner vindt, ze moet dat redelijk gewoon geraken dat geen man aan het stuk weg zit. Hè. Dat is niet gemakkelijk hoe dat gewoon te worden. Dus meestal zien we mensen die er ergens iets mee te maken hebben, die weten hoe dat in elkaar zit. Als je met de vissers samen zit, dat er wat gebeurt thuis. Die vent zit een paar honderd kilometer verder, dan kan je niet helpen. De ene mens kan dat, de andere kant dat niet. Maar als je dan terug bent, is het wel feest. Tuurlijk, dan is het feest natuurlijk. Maar verlang zorgt ook natuurlijk dat hoe langer wordt er dat je verlangt achter iets, uit dan uiteindelijk hebt, apprecieer je het ook meer. Afstand maakt de liefde sterker, schreef de vader van Patrick in zijn dagboek. Eén naam springt van de pagina's. Die van Phyllis. Een meisje uit een ver verleden. Toen ik vertrokken ben, heeft PD, dat zijn de initialen van dat meisje, dan heeft PD mij gezegd, Andreas, I still love you. Dank o Heer dat er zulk een meisje op aarde leeft en is. Wat is ze toch zo goed voor mij. Toen ze zegde, here is some of my hair. Dan voelde ik een schok en trilling doorheen mijn lichaam en hart. Ver weg, daar heel ver weg, aan de grote diepe oceaan, in het gezellig vissershuisje, woont het meisje dat ik toch zo teer bemin. Nooit zal ik haar kunnen vergeten. Aan haar heb ik mijn eenvoudig hart gegeven. Ja. Weet je daar meer van? Phyllis was zijn geliefde. En hij schrijft dus telkens in dat boek om het gemis wat draaglijker te maken waarschijnlijk ook. Phyllis was natuurlijk een Engelse vrouw. En hij schrijft dan in zijn teksten soms wat Engels. En is het iets geworden tussen die twee? Nee, het is nooit wat geworden. Op het einde van de oorlog keerde iedereen terug naar België, dus de afstand was er natuurlijk. Hè, ja. Dus ik denk dat dat wel de reden was dat dan doofde. Mm-hmm. Afstand zorgt dat de gedachten aan elkaar wat vervaagt enzovoort. Ik ga nooit de zee vertrekken met mijn zeerie thuis. Als je boel hebt thuis, eerst oplossen voordat je zee vertrekt. Dat als visser, het risico bestaat altijd dat je schip omdraait en dan niet terugkeert. En als je dan mijn zeerie hebt, de persoon die achterblijft, de rest van je leven draag je dat mee. Dat moet verschrikkelijk zijn. Voordat je zee vertrekt, je mag nog miserie hebben over het einde dat je het hebt. Als je elkaar in een gat geraakt, zie je het zeggen tegen elkaar. Ik zie je en ik ga je missen. Ook al, het is niet omdat je boel hebt dat je er iemand niet meer graag ziet. Dat duidelijk maken. Ik had dat niet, wilde dat niet geweten en dat er wat gebeurt. Dat is niet meer terugkeren. Ik had gisteren nog een van mijn studenten, waar ik examen afnam. En hij moest de vraag beantwoorden. De vraag luidde als volgt. Je merkt op dat er een van de bemanningsleden vermist is. En wat zijn je handelingen om die persoon zo snel mogelijk terug te vinden? En die begon mij te vertellen dat hij dat meegemaakt heeft. Dat hij een jong gast kende aan boord van het schip. En die kreeg op zijn gsm'tje een melding van zijn meisje dat hij dat afmaakte. Ja, hij ging zich verhangen aan de mast. En die kerel die dat examen afnam, zei: Allee, zei, wat ga je hier nu doen? Zei, je gaat ons dat toch niet aandoen? Hij zei: Hier in de mast klemmen en hier aan het touw gaan hangen. Hier. Omdat je meisje dat afmaakt. Oh nee, zei, het is goed, zei, ik ga het niet doen. Zei. En ze gaan erachter, naar de achterkant van het schip. En die kerel kijkt nog één keer en hij springt overboord. En zo snel mogelijk heeft die jongen een reddingsboei gegooid naar die persoon. En die legt een halve meter van die reddingsboei in het water. En die kijkt naar hem. En die laat zich gaan.
zo rap als het gedaan. Ja, moeilijk. Think on it, Phyllis. And when we are out at sea, I always sing the song you learned me. I must go down to the seas, to the lonely sea and the sky. Mijn trouwe meisje. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking and the grey mist on the sea's face. And a grey dawn breaking. Had je een advisor gemeld door die trap? Ja, dat is goed. En toen had je al een klein machinekamertje? Matthias gidst me langs de machinekamer en de kleine slaapplaatsen. In de keuken staan koffiekoppen met afbeeldingen van vissen. De potten en pannen worden vastgeklikt op het fornuis, zodat ze niet zouden schuiven door de constante beweging van de golven. Ook al liggen we aan wal, het schip schommelt en er liggen plassen op het dek. Ik probeer me voor te stellen hoe het voelt als het stormt. 20 maart 44. Het stormt geweldig. Onze mesroom staat 1 voet onder water en de zware stormdeur is dichtgeschroefd. Niemand kan nog een oog dicht doen door het geweldig stampen en slingeren. Grote golven beuken op het schip. En we worden opgelicht en weggeslingerd gelijk een stukje kurk. De eerste keer dat je dat ziet, is dat dadelijk. Als je in de brug zit, als je door je raap kijkt, zie je ineens als je enkel lucht, dan zie je enkel water, dan zie je terug enkel lucht, dan zie je terug enkel water. Omdat je schip constant naar boven en naar beneden gaat op die golven. Maar je raakt dat gewoon. Dat is wel het, dat je echt zo de natuur ziet, ongetemd, hun puur los op je afgaan. Dat is wel het. Je voelt je ook maar redelijk klein de eerste keer dat je dat meemaakt. We gaan de smalle trappen op naar de stuurcabine, bovenin het schip. Zeg, was ik hier achter u? Ik zie een heilige en een soort van dame met blote borst. Ja. Dat is typisch voor een ieder schip te vinden, een kalender ergens. Pijn dat er niet veel schepen zitten waar je dat niet hebt. Maar ik vind vooral de heilige die ernaast hangt wel. Ja, en wie is dat daar? En daar hangt er nog een. Ja. Maria Ster der Zee, als me niet vergissen is. Had een dinzin. Ah, ja, inderdaad. Het is Maria. Ja. En hier heb je Jordan Emmanuel, Playmate of the Year 2019. Die er zusterlijk naast hangt. Ja. Het lijkt echt een mannenwereld. Maar Matthias is ervan overtuigd dat de zee een vrouw is. Je moet ze altijd met liefde behandelen, maar af en toe worden ze heel boos en weet je als vent niet waarom. En dat is echt zo. Je kan soms echt denken dat als gauw weer is en dat je half op je krijgt en dat je echt zegt van, wat komt dat nu eigenlijk? En als je het nu vriendelijk vraagt, dan weet ik het. Ik weet niet of dat jullie babbelen tegen de zee, maar dat ziet er wel nog raar uit eigenlijk. Ik denk dat de Patrick mij dat verteld heeft, dat we soms tegen de zee praten. Als je zo alleen staat en ziet van wacht en... En je had misschien niet uitspreken, maar in je gedachten praat je wel met de zee, denk ik. Ik denk dat. Omdat je ermee moet samenwerken en ja, het is een compagnon eigenlijk. Respect voor de zee, ja, dat blijft altijd. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying
and the flung spray and the blown spume, and the seagulls crying. Voor vissers is de lokroep van de zee onweerstaanbaar. Zo lijkt het altijd al geweest te zijn. Vrijheid, wegse van landschuning. Het is een heel ander, het is een leven apart. Het is de dagelijkse sleur van de land, zie ik weet dat je in zee zit en omgekeerd. Als je in zee zit, mis ik thuis en als ik thuis zit, mis ik om naar zee te gaan. De vrijheid van de zee kun je wel een beetje zien als je op het strand staat, maar dus er is een einder. Maar als je op zee zit, is er geen einder. De zee blijft altijd maar verder, verder, verder. Als de zee in zijn grootsheid op ons afkomt, dan gaan we best van al ons hoofdje buigen en heel blij zijn dat we er nog eventjes mogen op vertoeven. Gisteren heb ik voor uren een onvergetelijk schouwspel van lucht, wolken, sneeuw, ijs, land, rotsen en water aanschouwd. Hoog verdwenen de bergtoppen in de sneeuwwolken en kleine bergstroompjes vielen naar de zee af. De lucht ruikt naar sneeuw en ijs. Langzaam houden we onze vaart. Boven ons schip zweefden de trouwe wachters van de zeeën. En dan nog wat tekeningen van water met meeuwtjes boven de hoofdjes. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream. And the long trip's Verlangen voor mij is dat je ergens aan denkt of iets ziet en dat je dan denkt dat je dat mist, dat je dat echt mist, dat je dat wil hebben in je leven, dat dat hoort bij het leven. Je hebt verlangen in twee delen voor mij. Verlangen en weten dat je het nooit kan waarmaken. Maar verlangen kan je ook naar iets kunnen. Ja, instrument is dan wel iets heel moois. Omdat dat oneindig is. Daar kan je ook telkens iets opnieuws leren. Dat is een traject dat kan blijven voortduren. En waar mensen dan ook plezier uit kunnen halen. Naarmate dat je beter kan, dan doe je het ook voor jezelf. Omdat je het zelf mooi vindt. De wens is nooit ingelost. Als de wens nooit is ingelost, maar telkens een beetje is ingelost, dan blijft het verlangen wel bestaan. Dan wordt het verlangen een beetje ingelost
En dat beetje komt dan weer bij het verlangen. Ja, net als een puzzel die een midden maakt en die steeds groter wordt en dat wordt steeds duidelijker en dat wordt steeds mooier. Er zijn nooit randjes, er zijn nooit hoekjes. Het blijft altijd maar groeien. Je blijft altijd maar meer zien van de puzzel. De puzzel die nooit afgeraakt. Je hoorde de stemmen van Hanna en Floris Doeipie, van Pieter Berger. Er zit een vernietigende kracht in het verlangen. Patrick van Krijnest en Matthias Schultz. De zee is een vrouw, dat is ik zeer, maar voor de rest. Ricardo Ceballos en Luz Marina Rosero. En dikke knuffel en... gekust. En mezelf, Catharina Smets. De Stemmen is een podcast van Opera Ballet Vlaanderen. Onze sounddesigner is Maarten Buil. Onze hoofdredacteur is Catharina Lindekens. Onze producenten zijn Annelien de Rijke en Noemi Suarez Sanchez. Onze redactie dat zijn Sarah Arnoud, Ilse de Grijze, Wilfried Etenzonne, Klaes Lemmes en Tom Zwaak. Onze adviseur is Randy Vermeulen. En onze stagiairs zijn Margot Timmermans, Emma van der Straten en Caroline Bosmans. Veel dank aan tenor Stefan Adriaans, althoboïst Tom van de Graaf en pianist Connell Bembridge-Sayers van Opera Ballet Vlaanderen. Dank ook aan contrabassist Tim van den Berg. In deze aflevering hoorde je fragmenten uit Tristan und Isolde van Richard Wagner, improvisaties op basis van Candide van Leonard Bernstein en het zeemansgedicht Sea Fever, op muziek gezet door John Ireland. Het dagboek van Andreas van Krijnest kregen we in bruikleen van Sieber Marley. De Stemmen is lid van podcastgezelschap Luister. Volgende keer in De Stemmen. Ik heb weer iets gedroomd. Verhalen van de nacht. Wacht, er komt nog van alles terug. The fuck was deze, echt waar? Tot binnenkort op operaballet.be.